Hey, hallo en welkom bij deze unboxing video. We gaan de Zappy V2 van MyEnergy openmaken. Kijken wat er in het doosje zit. En als we de doos openmaken, zien we nog een doos. En als we die dan omdraaien, zien we de Engelstalige manual. Op A5 formaat en een A4 blaadje met de contactgegevens van de supportafdeling van MyEnergy in Engeland. Daaronder een heel belangrijk kartonnetje, niet zomaar weggooien dus, want dit is de mal, oftewel het schabloon, waarmee je perfect de gaten kunt boren aan de muur om de Zappy op te hangen. Inderdaad Mark, goed tellen, het zijn 1, 2, 3, 4, 5 gaatjes die we moeten boren. Daaronder ook de Nederlandstalige manual. De gebruikswijzing is niet verkrijgbaar als PDF. U ziet hier ook de zwarte uitvoering en de cover die wordt meegeleverd, kan dus ook in het wit geleverd worden. Dit is een belangrijk gegeven, want hier onder dit kartonnetje zit een zakje met schroefjes. En we gaan eens precies kijken wat er in dat zakje met die schroefjes zit. What's in the bag? Anders dan u hier ziet in deze video zitten er 5 pluggen en ook 5 schroeven in het zakje. Er zitten 4 kleine schroefjes in en dan ook weer 5 rondellen. Die rondellen zijn speciaal, daar zit een EPDM laagje achter. Wat is een EPDM laagje? Nou, dat zie je hier heel duidelijk. Het is een klein beetje rubber en dat zorgt ervoor dat je de Zappy waterdicht kunt afsluiten door hem vast te schroeven met de bijgeleverde schroeven. Let eens op dat je die rondellen gebruikt, want daarmee behoud je ook de IP65 klassificering voor wat betreft het waterdicht zijn. Verder in de doos de kabelwandbeschermer. Deze wordt alleen meegeleverd in de bekabelde uitvoering. En dan bij de monofase uitvoering uiteraard een CT-klem. De CT-klem is bekabeld met 5 meter kabel en die kan verlengd worden met een UTP-kabel. 1 CT-klem bij de monofase en bij de driefase uitvoering uiteraard 1, 2 en 3 CT-klemmen. 3 CT-klemmen meegeleverd dus. Als we de Zappy even optillen, zien we aan de linkerzijkant een zilverkleurige sticker met daarop de serienummers. En die zijn belangrijk bij eventuele supportvragen. De kabelwandbeschermer, die wordt aan de achterkant geschoven en met de 4 kleine schroefjes vastgezet. Laten we eens even aan de binnenkant kijken van de Zappy. Daar zien we bij de voedingsklemmen aan de rechterkant uiteraard de aarde, de neuter en de L1. De L2 en de L3 in de driefase uitvoering en de CT1, 2 en 3 aansluitingen. Let op, de CT-klemmen zitten net andersom dan de L1, L2 en L3 aansluitingen. Dat zijn de 2 relais en boven de relais zit een belangrijk printje. Dat noemen we het RCD-bord. Bij het transport wil het wel eens voorkomen dat dit RCD-bord een klein beetje los komt te zitten. Door er even met 2 vingers goed op te drukken, is het in elk geval voorkomen dat hier eventuele storingen door ontstaan. Daarna kunnen de kabels weer teruggezet worden. Bij het monteren van de deksel moet natuurlijk de bandkabel weer worden ingestoken. Let daarbij op dat die goed wordt aangedrukt, maar ook aan de zijde van de hoofdprint even de bandkabel goed aandrukken. En begeleid de bandkabel goed naar binnen, zodat die niet onder een van de schroeven komt te zitten. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt, dat bij het dichtmaken van het deksel de bandkabel ertussen kwam en dan heb je een kapotte Zappy. Dat moeten we natuurlijk voorkomen. Veel zonnig laadplezier en bedankt voor het kijken.